De mysteries van het bos. Van Zinnik. Swanny. Hemels zoals deze zijn voor mij gamechangers. Wesh. Ik ging deze locatie bijna skippen, man. Maar hoe kan ik deze paren laten liggen? Ik stoot plots op iets mysterieus. Follow me. Dit wordt avontuur. Dit wordt een prachtig uitzicht. Just trust me. Zo'n ongerepte plaats. Een uitgestreken plaats. De palen worden uit de grond gerukt hier. Et bienvenue. Ik kan u alleen maar welkom heten. Aan la motte du Manon. Reconnectez-vous avec la nature. Pour la ville de Soigny, weten jullie nog? Wauw. Daar zijn we dus voor. Kijk, dat is echt Habwallonië. Aangezien ik al een tijdje in Vlaanderen werk, hebben mij geleerd van achterwaarts altijd in te parkeren. Dat heeft vele voordelen. Maar de andere Walen zijn gemakzuchtig. Dat is echt typisch Wallonië. Clôture Neuville. Kijk, je mag niet met de fiets komen, dus geen verrassingen. Twee vuilbakjes. Nog een kijker. Au sommet. Op de top. Vue sur la carrière. Dus dat belooft al. Ja, dat belooft al iets. En dat is goed. De nachtegaal. Een droge pelouse. Roseau des Mares. Een prairie des Fauches. Zoveel is hier te zien. Ik ben benieuwd. Er zijn nu al mensen achter mij. En we gaan eens lekker kijken. De mensen achter mij zijn al para dat ik daar op die berg stond uitleg te geven. Dus ik ga wat haast maken. Het is nog een lange weg te gaan, brothers. Dus inderdaad, de plek waar ik eerst stond, daar is eigenlijk de hoofdingang. Hier is eigenlijk een soort voorbereiding voor de schapen die ze willen te parkeren daar in het hoekje. En kijk, het wordt wel een druk momentje. Dus ik heb geluk dat ik nog een plaatsje heb gevonden op deze parking lot. Iedereen heeft goed gegeten, goed gechapt en nu willen ze er maag weer in gang zetten. Yes. We hebben meters gemaakt. En hier begint klaarblijkelijk het feest. Let's party. The nature waar ik zo hard om vroeg daarnet. Kijk, en dit was dus de slimme ingang. Dus als je gewoon aan de kant zet, kom je hier terecht. Dus ik vermoed dat we op hetzelfde bord gaan stranden, maar kijk, zo hebben we alles gezien. Kijk, je hebt ook een fiets, een cyclistenpiste. Wauw. En hier Medusa. Medusa Versace. Beeld gehouden uit het hout, prachtig. Wie heeft dit gehouden? Ik denk dat het Felix Mailleux is. Dank u, Felix, voor dit wonder. De mysteries van het bos. Van Zinnik. Soigny. En hier inderdaad dezelfde kaart. Ik zie een bus toeristen toegekomen. Velen zijn in rood gekleed. Wauw, het is echt een bende. Echt een familiebus, een minibus. En daar zijn kleine kinderen. Dus het is hier universeel, talrijk. Dus ik ben benieuwd. Wat gaan we nog zien vandaag? Hush, ik weet echt niets aan wat ik mij mag verwachten vandaag. Ik dacht, ik ga je weer naar zo'n typisch alternatieve original ginger spot. Waar amper nog een mens de voet heeft gezet. Maar hier is dit een hotspot voor elke local. C'est bon. Een terril vol animatie, daar hou ik van. De meeste terrils zijn kaal. En veel mensen doen er parasporten op, of hoe heet je dat? Paranormale sporten. En dat moet een gigantisch insectenhotel zijn. Ouais, c'est bon. Met al het grondmateriaal die we hier kunnen vinden. Je hebt hier ook afvalbergen. Het is gewoon een stenen constructie, maar ik zag ook rails. Rails van spoorwegen of van de machinerij die vroeger werd gebruikt in de carrière. Wauw. In mijn vorige video sprak ik veel over die blauwe steen. Waarvoor Soigny bekend was, de wandeltocht die ik heb gedaan in Soigny. Maar hier zijn we echt... Ja... In de oorsprong van de blauwe steen. Kijk eens, omringd door kale velden. Er is hier niks. En daar hebben we al een exemplaar. Een blauwe steen die ze daar gehouden hebben. Welkom in mijn openluchtmuseum. En het is helemaal gratis. Me likey. Voilà. De eerste post.
Zot, met uitkijkvensters, origineel. Fenêtres sur ma carrière. Meer is het niet. Ik ga het zo biedt even lezen misschien. Maar laten we eerst even kijken. Dat is zo'n typische steen. Ville de Soigny, La Motte du Menon. Wauw, echt sterk. Alsof het glas is. Hé, hey, wat daar is onze perking. Broer, wat een omtoer dat ik gedaan heb. Zou ik daar straks gewoon naar beneden kunnen gaan? Ik ga dat straks gewoon proberen, man. Er zit er nog een avontuurlijk staartje in deze video. Maar kijk, zo hebben we het hele verhaal gecapteerd. Dus dat is de carrière. Jammer genoeg zonder water. Misschien is er daar wel nog een waterspotje waar we naartoe kunnen gaan, maar het is gigantisch. Ik heb ook geen idee waar wij nu zijn. Ik vermoed aan deze flanken. En dat gebeurt er dus. Gigantische machines die de steen kappen uit de grond. Daarna met de hand voor de detail zorgen. Banen die gemaakt zijn voor de transporten. En hier de view. De view gaan we nog even skippen, bro. Gigantische hef. De behandeling van de brug. En dan de verzending via de ladingskaaien naar de wagons. Ouais, c'est bon. Hier werden ze geladen door een laadbrug. La Marbury. Gekkie, man. Gratis. Ja, man, het industrietijdperk. Société Anonyme des Carrières du Hainaut. Soigny, Belgique. Het was gigantisch, man. Hier kwam iedereen werken. Zelfs van Noord-Frankrijk kwamen ze naar hier, zelfs Nederlanders en zo. Migratie. We zijn niet meer alleen. En jullie weten, ik ben liever alleen. Ondertussen geef ik jullie uitleg, schets ik jullie een beetje. Deze fabriek bestaat sinds 1668 en dat is de reden waarom Soigny zo'n groot centrum van handel is geworden. Arbeiders zijn van over heel de wereld naar hier gekomen en deze steen is geëxporteerd naar verschillende centra's. Bijvoorbeeld het stadhuis van Charleroi, Parc du Saint-Conteneur in Brussel. Maar ook het Louvre in Abu Dhabi. Deze plaats hier staat ja, echt ideaal in harmonie met de natuur. Je staat hier in een biodiversiteit tussen everzwijnen, herten, reeën. En voor een symbolische euro is deze site volledig verkocht aan de stad van Soigny. Dus dit is volledig openbaar. Je kan er uren in vertoeven zonder iets te betalen. En één zijn met de natuur en de historie. De blauwe steen staat bekend dat hij heel robuust is. Je kan tegen heel veel en je kan er ook mooie dingen mee maken, mooie relief in creëren. En die is heel traditioneel, maar ook heel modern. Dus als je ziet, hier heb je de expositie van daarnet nog eens. Maar we zijn helemaal omgekeerd begonnen. Dus dat is eigenlijk de chronologische volgorde. Tijd voor la fenêtre. Oh, pardon. Jammer, je kan niet zoveel zien. Ik hoop als we hoger gaan, sowieso gaan er nog venstertjes gemaakt. Ze hebben echt geld en interesse en passie in deze site gepompt. De doelman sta ik achter de netten. Kijk, wow. Nu moet ik dit er hier mooi tussen finessen. Yes. Let's go to the top. Dat is het leven van een vlogger. Op bepaalde saaie stukken moet je doorketsen. De mensen die je allemaal hebben ingehaald, moet je nu weer herinhalen. Als een gekke man. En dan iets verder moet je op adem komen. Kom je op een mooie spot. En dan kan je weer lecture geven. Kijk eens hoe ver ik ze achter mij heb gelaten, man. Die cardio van een vlogger mogen jullie niet onderschatten. Ondertussen is dit al het volgende groepje. Kom aan, daarna hebben we vrijspel. Maar deze familie heeft nog een goede stap. De reden hiervan is van dus de transport, de camions die hier naar beneden reden vroeger. Dat is de reden waarom er zoveel verzakkingen zijn in de aarde. Hier ga ik lopen. Nou, hoe heb ik deze locatie gevonden? Simpel. Gewoon Google. Maar ik moet even stil zijn. Hier gebeuren er dingen. Hier is iets gaande.
voel het aan mijn instinct. Ah, en hier hebben we keuzestress. De top is daar. Daar heb je nog een piste. Oh, en Vusso La Carrière is al gepasseerd. Dat is triestig. Oh, en dat is leuk hier. Mode du Manon. Mode du Manon met zijn habitat. Kunnen jullie mij de dieren aanwijzen? Ik ben sowieso de ginger eekhoorn. Zie je, het zijn kleine dingen, maar die maken het juist zo feeriek. Zo sprookjesachtig. Daar hou ik van. Kijk, ik zie daar nog een creatief beeldhouwwerk. Let's go. Frog. De bruine kikker. Is het dan soms een pad? Wow, mooie boomluxe sofa. Krokodillenbootje. Laten we even nu kijken, want iedereen is gaande. Ik zie de mensen, ze zijn blijkbaar naar vissen aan het kijken. Zou er iets in leven? Ik zie niks. Maar ja, ik ben dan ook wel een blinde mol. Gewoon hier ga ik me even afzonderen, want hier voel ik me blessed, hier voel ik me goed. Dit is hier een vruchtbaar gebied. Dit is atypisch voor Belgique. Réseau des Marais, oh oui. Dus de oevers, de vijvers. Gaan we die hier tegenkomen? Ik zou even op Google Maps moeten kijken naar deze amfibieën. Krokodillen. Wauw, en de waterlelies. Kijk, maar vooral dit bankje spreekt me aan. Het is simpel, maar het is echt zo sprookjesachtig. Zou het ook comfy zijn? Lekker, man. Lekker. Ik heb het weer bereikt, man. Als ik me buiten België voel, dan ben ik blessed. Dan heb ik het bereikt. Ik voel me niet meer op deze planeet. Ik ben misschien aan het overdrijven, maar het is gewoon zo. Kijk, de blauwe lucht. Het open veld achter mij. Het lijkt wel op de weg naar het beloofde land. Chalasmi, man. Kijk, daar is de drukte achter mij aan de speeltuigen, maar hier kan ik mijn ei kwijt, daarom dat ik zo zit. Kijk, volg mij, want het wordt lid. Chalas. We zweven door de savanne. Dit moet volgens mij gewoon het fietspad zijn. En dat is niet de way. Dat is eigenlijk de weg naar La Sortie. En we zijn nog niet eens halfweg, volgens mij. Ik ben benieuwd wat er achter deze groene berg zich bevindt. Ja, nog meer groen. Lekker, man. Chami fam. En dan zeggen ze dat gingers daywalkers zijn. Letterlijk gezien wel. Yes, man. Ik ben helemaal naar beneden gelopen en het werpt zijn vruchten af. Die explorer. Mode du Manon. We gaan jammer genoeg niet alles kunnen uithalen, maar we zijn hier bij het gouden kalf. Gouden kalf met de ambachtelijke producten. Kijk, de honing van Soigny. De agrarische markt. Het boerenpaard. En de circuits. Kijk, en overal staat er uitleg bij. Lekker, man. Oh. Ik zou denken dat het een kemel is, een kameel. Maar kijk, nee, dat is duidelijk klaarblijkelijk een koe. Chalas, mi man. Koes la Fabies, ik heb nu misschien even meer tijd om te schetsen. Maar dat bedoel ik juist. Kemels zoals deze zijn voor mij gamechangers. Dat zijn voor kinderen de motivatie om naar een park te komen. Je kan de kinderen educeren, dus op een leuke manier, op een ludieke wijze. Je kan er je kind op zetten voor een foto, je kan er creatief mee omgaan. Hij kan je laten schrikken als je een nachtwandeling maakt. Het is een referentiepunt. En zo zijn er veel hier in dit domein. Ik weet niet of we ze allemaal gaan ontdekt hebben. Mijn gimbal is ook alweer al plat. Ik krijg echt de kleren ervan. Dus kijk, ons rest er nog van naar boven te gaan. Een goede stabiliteit van de video kan ik jullie dus niet meer garanderen. Maar ik beloof jullie wel van het neusje van de zalm nog uit te halen voor jullie. Dus jammer genoeg kan ik niet op deze kemel rijden. Ik heb er genoeg geschoten. Tsk, tsk, bra. Kijk, en dat is echt leuk gedaan. Het kikkerpalenkamp. En waarom een kikker, zou je denken? De kikkereitjes. Crapelet. Respiration pulmonaire. Développement des membres. Tétard. De volledige evolutie van een kikkervisje.
embryo tot de eitjes en de spermatozoïden. Maar waarom de kikker? Kijk omdat die hier is. Le crapaud calamite. Een kikker vol calamiteiten. En kan ik jullie nog een weetje of een quote meegeven? Ik zeg je eerlijk, ik hou niet van die dier. Ik ga jullie gewoon zeggen van een vrouwtje die kan eigenlijk 17 jaar worden. De toekomst. Wauw. Hier wil ik echt deel van nemen. Zou dit er al staan? En let op van hier niet verloren te raken. Daar heb je nog een steenbergje. Zou dit de top zijn? Let's find out. Volgens mij is dit de pelouse. De droge pelouse, la pelouse sèche. En na dit lange pad komen we een zweefvliegtuig tegen. En een speelplein. En weer creatieve banken. En pijlen, want die had ik nodig, want ik begon verloren te raken. Raar man. Ik weet niet wat ik moet doen nu. Ah, brothers, ik heb toch de langste weg genomen. Terug naar de top 600 meter. Langs daar zou de uitgang zijn, maar dat geloof ik niet, man. Ik ben aan een heel andere kant. Abonneer voor meer, want ik ben skeer. Vossig, mi man. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. C'est pour mes gros, c'est pour mes gros. Major view, bro. Major view. You were amazing. En die hond, die lust mij rauw. Wauw. En van hieruit is de terril wel verbluffend. Wauw. Bro, waarom heb ik niet van hier gekeken? Je moet eigenlijk over. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Hoe blind kon ik zijn? Blinde mol. Je moet eigenlijk gewoon over de omheining kijken en dan zie je pas de carrière op zich, want ik vond het echt flauw om het zo te zien daarnet door het raampje, the window with bro, it's amazing trabajo. Ze hebben mij de mooiste spot voor het laatst bewaard. Mwah. Ja, wat kan ik er nog meer over vertellen? Ja, het is droog, het is kaal. Er zat geen water in. Ik heb erachter in te zoomen op die werktuigen, want die zien er echt wel urbanistisch uit. Wesh. De carrière. Waar de blauwe steen, de kleine graniet, dat hebben we vandaag geleerd, ontgonnen wordt. Zijn jullie blij? Zijn jullie blij? Zijn jullie satisfied? Abonneer voor meer, want ik ben skeer. Tchallas la famizi. Dit was Swanizi. Dus de les van de dag, altijd uit je doppen kijken. De cultuur kan om de hoek liggen. En nu gingen we juist nog riskeren om die gevaarlijke weg naar beneden te gaan. Zij die show. Zij wie in het. Mijn schoenen zijn wel een beetje glibberig nu. Kijk eens aan, die sokjes, gebreid door mijn oma, lekkere wol. Wol is beter dan polyester of katoen zelf. Ik zit hier weer zoals een Tsjetsjeen, gebukt. En we sparen echt zeker 500 meter. Sowieso. Maar gaan we daarvoor onze benen riskeren? Dat is het probleem. New Balance zijn echt niet de beste schoenen daarvoor. I think we made it, bro. Ik ga hier nog even nazenderen en chillen en blessed zijn. Altijd op je hoede. Ook al heb je woede. Voel je verlicht, voel je als Shiva. Veel succes deze week.
Morgen maandag. Het hout heeft me gebarricadeerd. Ik heb ook hier een barrière gebouwd. Barrière of hinderlaag. Ja, nu zit ik hier, man. Wow. Wow. Lang geleden dat ik nog zo geschaatst heb. Deze lijkt wel solide. Jongens. Deze apotheose zorgt toch nog voor een avontuurlijke twist. We made it, bro. We made it, fam. Tijd om huiswaarts te gaan. Oost-west. Thuis best. Wow. En we sliden eruit. Sheesh, bro. Ik ben kapot. Drink geen cappuccino, maar een matcha thee. Drink geen cappuccino, maar een matcha thee. Ik zie je later. Ciao, la famille. Tout droit du parc pater.